alweer een tijd in het overgrijzersland. En elke week is er weer wat anders aan de hand. Gewoon Marjolein. Ze neemt je mee met haar belevenissen. Elke keer maar weer. Koken, bakken, fietsen, wandelen. Nog zoveel meer. Gewoon Rob en de kleine, het is toch altijd fijn. Je kijkt niet naar een nieuwe vlog van Rob Marjolein. Hey hoi, en wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Thanks voor de leuke reacties op de vorige vlog. En trouwens, ik heb een heel wat abonnees bij, dus ook dankjewel daarvoor. Ja, het is inmiddels maandag. Je hoort wat gekreun op de achtergrond van Lin. Die maakt wat lawaai in de kinderwagen en die is moe, dus ik denk dat hij zometeen in slaap valt. De Jumbo is trouwens vanochtend geweest en die heeft weer heel wat eten gebracht voor ons. En ik ga zometeen aan de slag met een maaltijdpakket. Oh, en dit is het maaltijdpakket. Thaise rode curry. Ik weet niet of ik deze al vaker heb gemaakt van de Jumbo. Ik weet van de Albert Heijn heb ik wel zoiets als een keer gemaakt. Ik maak hem natuurlijk vegetarisch. Rijst hebben we nog wel, water natuurlijk. Olie en ik maak de vega burgers bij. Zoals ik altijd gewend ben van de maaltijdpakketten, staat er eigenlijk weer precies op wat je moet doen. Dus ik ga aan de slag en laat jullie even wat stapjes zien wat ik allemaal ga doen en hoe het er allemaal uit komt te zien. En dan zien jullie straks het eindresultaat. En wat ik dus eigenlijk altijd doe op mijn vrije dag is op tijd koken. Omdat Lin nu redelijk rustig is, zeg maar. Dus nu heb ik alle tijd om te gaan koken. En het is inmiddels volgens mij 3 uur geweest. Of bijna 3 uur. Maar dan heb ik het eten zo goed als klaar. Dan hoef ik straks alleen nog maar de vega burgers op te warmen. Of klaar te maken. Maar dat is zo klaar. En het eten op te warmen. En dan als Rob straks thuis is, kunnen we lekker eten. En ik ben ook wel aan het multitasken, want hier ben ik dus aan het eten koken. En hier ligt Lin, lekker een beetje wakker te zijn. Maar die valt denk ik zo in slaap. Maar die heb ik dus gewoon in de keuken staan, omdat ik dan met de kinderwagen wat heen en weer kan rijden. Waardoor ze wat rustiger wordt. Het is inmiddels zaterdag. Gisteren was ik vrij van werk en Rob had pappadag. Nou, dat was dus ook wel nodig, want we hadden een bruiloft van vrienden. Dan zijn we rond de middag op de fiets naartoe gegaan, want er was 20 minuutjes fietsen hier vandaan. En dat was een bruiloft buiten op een weiland van zijn ouders met een mooie tent. En het begon zeg maar met het gemeentelijke gedeelte. Toen hebben we nog een kerkdienst gehad. Zaten trouwens op hooibanen, ja echt gewoon boerderijwaardig. En toen kwam het proosten, cadeaus, feliciteren. Eten, filmpjes en stukjes werden gedaan. En wij als vrienden hadden een first date aflevering gemaakt met hun. Of over hun. Hoe hun eerste date zou zijn gegaan, zeg maar. Dus daar is een korte versie. Want we hadden ook een lange versie van 25 minuten. Maar een korte versie van een minuutje of 13, 14 is afgespeeld. Nou, hilarisch. Was echt hartstikke leuk. En we kregen hele leuke reacties. Dat heb ik trouwens qua video bewerkt. Ben ik toen echt een dag mee bezig geweest. Want ik was er toen bij het opnemen grotendeels niet bij. Omdat Lin toen in het ziekenhuis lag. Of in ieder geval weer een dag was. Omdat ze weer ziek was. Maar goed, ik sta er wel in het intro. En het einde van hoe vond je de date bij first date. Daar stond ik wel, was ik wel prominent aanwezig. Video bewerken voornamelijk gedaan. Super leuk om te doen. Wel heel veel energie. Kost dat, maar het is echt de moeite waard. Eten werd daar ook goed geregeld. We konden de hele dag koffie, thee,
pakken. 'S Avonds waren er verschillende gangen qua eten. Ja, vegetarisch ook wel goed voor elkaar. Dus eigenlijk wel een top bruiloft. En 's avonds was er nog een band. En hebben we nog lekker gedanst, lekker gek gedaan. En toen moesten we natuurlijk met ons zatte hoofd weer naar huis fietsen. En vanochtend was het weer 7 uur. Toen Lynn wakker werd voor het flesje. Maar daarna heeft ze nog echt tot 9:15 geslapen. Dus wij zijn redelijk uitgerust. Ik kom ook net weer terug trouwens uit het centrum. Want via Facebook, via de Weggeefhoek, had ik gereageerd op een pakket kleding. Wat Lynn zeg maar nu past. En dat mocht ik ophalen. Dus dat was helemaal aan de andere kant van Hardenberg. Dus mooi op mijn nieuwe fietsie naartoe geweest. En toen nog even via het centrum, via de Kruidvat, wat dingetjes gehaald. En nu krijg ik net een pakketje binnen van My Muesli. En dat ga ik even met jullie delen. Ik heb hem al opengemaakt, anders is het wel lastig uit te pakken en zo met één hand. Maar goed, er zit in ieder geval een kortingsbon in. Wat heb ik besteld? Dit is trouwens een pakketje van My Muesli, maar ik heb geen muesli besteld. Ik heb thee besteld. En Miss Grey heb ik een hele grote pot van besteld. En hoe kwam ik hier nou bij? Nou, ik heb wel eens My Muesli besteld. En dit is zeg maar een zijtak daarvan, hoort bij hetzelfde bedrijf, staat ook op de site. Alleen ja, je kunt een thee bestellen. En ik kreeg een kortingsbon voor een proefpakketje met 3 smaakjes thee. En aangezien het weer wat sneller donker is, drink ik weer wat meer thee. En vandaar dat ik het heb besteld. Ik zie trouwens dat deze variant, Miss Grey, die zit erin, maar die heb ik dus ook in het groot. Maar goed, dat is gewoon een beetje Earl Grey-achtig. En die andere 2 smaken ga ik jullie nu even laten zien. En even de smaken. Deze zit erin. Dat is Sun of Heaven, iets met mango. Dit is Garden Blossom. Dat zal ook wel iets met kruinen iets zijn. Maar dit heb ik besteld. Volgens mij, inclusief verzending, was ik hier €14 voor kwijt. Nou, hier zit natuurlijk heel veel thee in. Dit zijn echt proefpakketjes. Daar kun je een paar keer mee. We hebben zelf trouwens ooit van die zakjes gekocht waar je vers thee in kan doen. Ook wel van die thee-eien. Of eieren, moet ik eigenlijk zeggen. Ik ga dit binnenkort, of zeer binnenkort, en waarschijnlijk straks al uittesten. Oh ja, en nog even over de bruiloft. We mochten Lynn meenemen en er waren ook heel veel kinderen. Maar de meeste kinderen die er waren, nou, die konden lopen en die gingen op springkussen en werd gevoetbald en van alles gedaan. Maar daar vonden we Lynn eigenlijk iets te jong voor en dat was ook wel beter zo. Dus mijn ouders hebben gisteren opgepast, 's middags en 's avonds, waar we super blij mee waren. Want dit was wel eigenlijk onze eerste keer dat we echt weer met z'n tweeën zonder Lynn weg waren. Het was wel soms een beetje moeilijk. Je mist dan toch wel iemand. Maar vanochtend vond ze het helemaal geweldig om ons weer te zien. En nu ligt ze lekker bij ons. Nou, nu bij Rob op de bank dan. Of zit ze op de bank. Volgens mij krijgt ze trouwens nu ook een flesje. Maar ze is helemaal aan het genieten. Dus gelukkig vind ik zelf was de bruiloft vrijdag. En heb je zeg maar nog wel 2 dagen weekend. Want als het nu zondag was geweest, dan had je een korte dag of kort weekend. Dus dat is op zich wel fijn. Natuurlijk ben ik zelf maandag ook nog vrij, maar maandag staat vaak in het teken van boodschappen en schoonmaken en alles. Maar over schoonmaken gesproken trouwens, ik moet volgens mij de wasmachine leeghalen, want ik hoorde hem net piepen. Dus dat ga ik even doen. Nou, en ik weet niet of jullie het herkennen hoor, met een baby. Als je een baby hebt of kinderen, maar de wasmachine staat regelmatig aan. Dat zijn voornamelijk dan de babywasjes. Ik heb nu net ook weer één, ja, dat moet ik straks nog allemaal opvouwen. Er zit bijvoorbeeld de slaapzak van Lynn in en hydrofiele doeken. En hier heb ik dan ook nog allemaal hydrofiele doeken liggen die allemaal nog gestreken moeten worden en dan opgevouwen. En hier staan we, of sta ik wel eens te strijken. Moet ik zeggen, niet zo heel vaak, 1 keer in de week of zo. Maar ik ga die wasmachine leeghalen. Want daar zitten trouwens handdoeken in. Dat was een 60 graden was. Dus leven gaat gewoon door, ook na een bruiloft van vrienden. En ook al ben je een klein beetje brak, het hoort er allemaal bij. Nou, en nu staat alweer de wasmachine aan. Het is trouwens vandaag zondagmiddag. Ik ben nu druk bezig om de vlog te editen, maar ik had nog niet een einde van de vlog gemaakt. Dus dat ga ik nu even doen. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog en tot volgende week.